Ik sta vandaag bij het Koraalhuis in Mechelen. En dit is de plek waar de grootvader van Ludwig van Beethoven, gelijknamige grootvader, Louis van Beethoven, ingeschreven werd als koorknaap in 1717. Hij was toen 6 jaar. En we hebben de unieke gelegenheid, dit pand staat momenteel leeg, wordt binnenkort verkocht, om even een kijkje te nemen in de ruimtes waar grootvader Beethoven als koorknaap zijn les kreeg. U kan mij volgen naar binnen. Het meest historische deel is boven. We kunnen ons inbeelden dat dit misschien een van de ruimtes is waar grootvader Beethoven zijn eerste lessen kreeg als jonge koorknaap, als zanger. Dus op een of andere manier is in dit kleine huisje in Mechelen, het Koraalhuis, de muziek van de familie Beethoven gestart. En als je dan naar buiten gaat, ben je onmiddellijk bij de kathedraal, waar grootvader Beethoven dan ook effectief gezongen heeft. En vandaar is zijn carrière gestart en is hij uiteindelijk beland als kapelmeester in Bonn, waar dan papa Beethoven en de jonge Beethoven geboren zijn. Dus van dit huisje naar het Concerthaus in Wien gaat de link.